Een oude VWO-examensom gaat over een polymeer, een netwerkpolymeer. Dat is gemaakt uit twee monomeren en er is uitsluitend gebruik gemaakt van additiereacties. En de vraag luidt, geef de structuurformule van het monomeer dat voor de crosslinks zorgt. Nou, dan zien we hier steeds hetzelfde herhalende onderdeel zitten. Behalve in het midden, daar hebben we een monomeer dat hier voor de crosslink zorgt. Dus als we die ertussen uitpikken en we maken van die enkele bindingen hier weer dubbele bindingen, dan hebben we het antwoord op de vraag. Op chemia.nl vind je volledige examens uitgewerkt in videolessen.